Mijn naam is Godelieve Engbersen en ik word vandaag ingehuldigd als nachtburgemeester van Tilburg. Hoe is het zo gekomen? 2 jaar geleden is Suis Hoenderop geïnaugureerd tot nachtburgemeester van Tilburg. Hij heeft toen in het eerste jaar 13 maanscouts in Tilburg die allerlei activiteiten hebben georganiseerd. Gevolgd door een jaar met 12 nachtruiters. Ik was een van de gelukkigen om een maanscout te mogen zijn en in die maand, maart, heb ik heel veel activiteiten georganiseerd. Suis heeft op 11 november mij gevraagd of ik de volgende nachtburgemeester wil worden en dat doe ik heel erg graag. Als nachtburgemeester zal ik heel veel activiteiten in Tilburg organiseren waarbij het thema vee centraal staat. De vee van verbondenheid, van vriendelijkheid, van vrolijkheid, verrassing, van vrouwelijkheid, van vieren, vooruitkijken. Gewoon heel veel mooie activiteiten organiseren waarbij de waarheid ook centraal staat. De waarheid omdat er in 2012 veel op ons af zal komen en het fijn is om met z'n allen in Tilburg samen veel activiteiten te organiseren en te ondernemen. Het wordt een netwerkorganisatie. De nachtburgemeester met de hoofdletter N, want ik ga veel mensen bij mijn project betrekken. Mijn werkgever het Sint-Elisabeth ziekenhuis. Daar ga ik symposia organiseren, onder andere op 6 maart al 2012. Een avondsymposium alcohol, lust of last. Want alcohol is natuurlijk ook echt een thema wat in de nacht tot uiting komt. Ook zal ik meerdere films draaien in het Natuurmuseum. Die samenwerking is er. En er is samenwerking met de Universiteit van Tilburg waar ik gestudeerd heb. Losse activiteiten zijn ook dat ik als vrouw andere vrouwen mee zal nemen het uitgaansleven in. Zo zal ik soms bij de lindenboom verzamelen om samen met een groep vrouwen naar een feest te fietsen als mensen het spannend vinden om alleen te fietsen. De aanstaande vrijdag bijvoorbeeld is er een feest in Bosvreugd om 9:20 bij de lindenboom verzamelen. Dan fietsen we samen naar Bosvreugd en om 1:15 fietsen we weer terug. Het laatste stukje naar huis zul je dan wel zelf moeten doen. Als nachtburgemeester vind ik het ook belangrijk om echt uiting te geven aan het idee dat we samenwerken. Het is niet voor niks een gevleugelde spreuk. Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Maar als je ver wil komen, loop dan samen. Ik nodig jullie uit om met mij mee te lopen, mee te fietsen, mee te vieren. Kom naar filmavonden. Samen maken we er in Tilburg een groot feest van, ook in de nacht. Vieren hoe mooi Tilburg is. Samen de verbondenheid vieren. En daarom wil ik ook wijzen op mijn doopkaars. Ik ben geboren op 18 juli 1967. Ik was een curveuze kindje. Mijn moeder heeft heel hard en veel tijd met mij doorgebracht om uiteindelijk te zorgen dat ik hier sta zoals ik sta. En zij is al enige jaren overleden. En toch denk ik nog elke dag aan haar. En dat is gewoon wat we met z'n allen kunnen doen. In verbondenheid elkaar steunen. Ik heb meerdere objecten die dat ook aantonen, aanwijzen. Bijvoorbeeld de poppetjes, die staan voor mij symbool, ook als een netwerkorganisatie. Het gewone vieren, de muts, want ik ga op berenjacht, ik zie geen beren op de weg. Er zijn gewoon ontzettend veel leuke dingen te doen. De krant staat soms bol met allerlei heftige zaken die er over heel de wereld gebeuren. En over sommige zaken zouden we ons misschien wat minder druk kunnen maken. En over andere zaken zouden we ons meer op in kunnen zetten. Ik vind het belangrijk om veel tijd door te brengen in de natuur. Ik zal ook avondwandelingen organiseren met volle maan. En het lijkt me ontzettend leuk om guerrilla gardening te doen. Dus gewoon de stad mooier maken en af en toe ergens met een club mensen, vrouwen en mannen, een stuk straten verzinnen waar we gewoon planten kunnen zetten. Dat is natuurlijk wel een paar keer georganiseerd. We leven met 7 miljard mensen op 1 aarde. Laten we voor de aarde zorgen en voor elkaar. Tot ziens in 2011-2012 met de nachtburgemeester van Tilburg. Welkom bij al mijn activiteiten.